Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Dames en heren, hartelijk welkom. De koning heeft na onze verkiezingsoverwinning zojuist het nieuwe kabinet formeel geïnstalleerd. En we gaan direct over tot handelen. De nieuwe regering heeft besloten tot een radicale koerswijziging van het coronabeleid. Vanaf heden worden alle coronamaatregelen geschrapt. Gelijktijdig komen we met alternatieve maatregelen. En dat betekent, we schrappen de anderhalve meter. Nergens geldt meer een anderhalve meter gebod. Het is aan u afstand van elkaar te houden of niet. We schrappen de mondkapjesplicht in het OV en in iedere andere gelegenheid. We schrappen niet alleen de mondkapjesplicht af, maar tevens wordt het advies daarover grondig gewijzigd. Er komt een dringend advies om in niet-medische situaties geen mondkapje meer te dragen. Het RIVM was daar altijd duidelijk over. Door emotionele druk van media en politiek werden mondkapjes afgedwongen en dat is vanaf heden voorbij. Mondkapjes werken niet. Gedragen mondkapjes zijn zelfs besmettelijk. Ze geven een vals gevoel van veiligheid en ze scheppen een angstepidemie van smetvrees. Mondkapjes ondermijnen het vertrouwen in de samenleving en u krijgt het dringende advies. Als u geen verschijnselen heeft, stopt u dan met het dragen van een mondkapje. Alle publieke gebouwen en instellingen gaan vanaf morgen weer gewoon open. Maakt u zich geen zorgen, de meeste publieke en private gebouwen zijn veilig. In sommige werken wij aan verbetering van de ventilatie. Alle scholen en instellingen gaan eveneens zonder voorwaarden open. De universiteiten, de hbo's krijgen opdracht de sterk ingekorte lesprogramma's weer op het oude niveau terug te brengen. U kunt gewoon weer naar uw werk en mag ook zonder problemen uw café of restaurant openen en natuurlijk dat bezoeken. Het verenigingsleven kan zich volledig herstellen. Theaters en cinema's gaan wederom geheel open en wij nodigen iedereen uit de schade in te halen en ruimhartig te boeken. Alle extra coronamaatregelen en eisen worden opgeheven. En oh ja, wij vragen iedereen redelijke omgangsvormen en dat is inclusief het handen schudden. Sommigen hebben daar principieel bezwaar tegen of worstelen met hun angsten. Respecteert u dat alsjeblieft, maar dat doet niets af aan de norm. Wij schrappen vanzelfsprekend de handhaving van alle maatregelen. En dan over de positie van het OM in zaken coronaboetes, vervolgingen en strafbladen. Er komt een generaal pardon. Alle boetes en vervolgingen voortkomend uit coronamaatregelen of demonstraties daartegen worden geschrapt. Wij vragen de samenleving ook applaus voor hen die de moed hadden kritiek te hebben tijdens de coronacrisis en zich verzet hebben tegen de maatregelen. Een aantal mensen die zich daarin de afgelopen maanden bijzonder heeft onderscheiden, zullen wij voordragen voor een koninklijke onderscheiding. We zullen vandaag vieren als de Nationale Bevrijdingsdag van die repressieve coronamaatregelen. En we komen met aanvullend nieuw beleid. En dat bestaat uit de volgende punten. 1. Uitgangspunt van die nieuwe beleidsmaatregelen wordt collectieve immuniteit. Dat betekent dat in inspiratie op het Zweedse model de virusspreiding onder gezonde mensen als positief wordt gezien en collectieve immuniteit wordt opgebouwd. Ten tweede, het beleid van fixatie op ultieme vaccinatie wordt verlaten. We kiezen voor de natuurlijke weg.
De regering ziet die collectieve immuniteit als de natuurlijke vorm van vaccinatie. En bijkomend voordeel is dat op termijn ook de kwetsbare groepen worden beschermd. Volgens de nieuwste medisch-wetenschappelijke inzichten verspreidt het virus zich voornamelijk via besmette aerosolen in binnenruimten. Niet de grote druppeloverdracht, maar de zwevende aerosolen vormen de basis van de besmetting. Dat blijkt steeds sterker uit internationaal statistisch onderzoek, waarvan in Nederland onderzoek van Maurice de Hond. Er komt derhalve een deltaplanventilatie en ionisatie van publieke binnenruimte. Alle publieke ruimte worden gekeurd waar nodig virusproef gemaakt. Maar maakt u zich daarin geen zorgen. Het grootste deel van die ruimte is reeds voldoende geventileerd. Zo niet, dan volgen aanpassingen. Mensen kunnen verder voorlichting krijgen hoe ze die ventilatie in hun eigen huizen maximaal kunnen regelen. De reeds decennia toegepaste techniek van open ionisatie zal daarin worden toegepast. Er zal de komende maanden en jaren behoefte zijn aan zeer veel nieuwe ventilatoren en ionisatoren. En om niet afhankelijk te zijn van het buitenland in deze, heeft de regering Philips gevraagd om op korte termijn een nieuwe productielijn te openen. En dan zijn er natuurlijk de geneesmiddelen. Er is wereldwijd een waaier aan werkzame middelen tegen COVID-19 beschikbaar. De Nederlandse medische regelbureaucratie heeft met steun van de media de toepassing tot zover grotendeels geblokkeerd en ontmoedigd. En dat gaat veranderen. De regering zal die geneesmiddelen beschikbaar maken en het RIVM de GGD's opdracht geven informatie hierover aan de bevolking te verschaffen. Laat u zich adviseren door medisch deskundigen. Maar alleen u beslist tenslotte welke deskundige met welk advies. Het is uw lichaam en niet dat van de overheid. Er zijn ook reeds vaccins op de markt uit Rusland en China. Die komen ook in Nederland beschikbaar voor hen die dat willen. Als u wilt wachten op het Oxford-vaccin of op Amerikaanse vaccins, dat kan natuurlijk ook. Nogmaals, het is uw lichaam en de tijd dat de staat uit politiek-patriarchale motieven u gaat voorschrijven wat goed is voor uw gezondheid, die tijd is voorbij. U beslist dat in samenspraak met medisch deskundigen die u zelf kiest. En tenslotte de media. De media hebben de afgelopen maanden vanuit hun ivoren toren zeer eenzijdige en gekleurde informatie verspreid richting repressiemaatregelen. Kritische alternatieve informatie werd systematisch geweerd, verdacht gemaakt, zelfs gecensureerd. De media weigerden grotendeels het debat over de coronamaatregelen aan te gaan. En dat informatiemonopolie in de media en de censuur tegen die alternatieve media wordt hierbij opgeheven. Over alle mogelijkheden komt er veel meer kritische en alternatieve informatie van deskundigen beschikbaar. En die worden tevens via de informatiekanalen van het RIVM en de GGD's verspreid. De regering herstelt het grondrecht van publicatie. En dat betekent dat het sociale platforms als Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn per direct verboden wordt om onder het mom van desinformatie, kritische, medische, maar ook politieke informatie te censureren. In een volwassen democratie zijn het de burgers zelf die hun informatie selecteren. En de wet op desinformatie wordt geschrapt. De regering zal op korte termijn met een anticensuurwet komen om de vrijheid van informatie in de grondwet te waarborgen. Dames en heren, er was
de afgelopen maanden veel angst en zelfcensuur. Duizenden kritische medici hebben de afgelopen maanden niet vrij uit durven spreken. En wij nodigen hen nu uit hun stem te laten horen. Het debat aan te gaan, naar oplossingen te zoeken en op de grondslag van een open, vrije rechtsstaat zonder lockdownmaatregelen dat debat aan te gaan. En dan de zorgsector. Dat de ziekenhuizen en IC's zijn overbezet is feitelijk onjuist. Er zijn in Nederland 31.000 ziekenhuisbedden, waarvan er maar enkele duizenden zijn bezet met COVID-19 patiënten. En de IC-capaciteit kan provisorisch worden opgehoogd tot 2000 en daarvan is maar een deel bezet. Er is nog heel veel ruimte beschikbaar en in noodgevallen huren we die in Duitsland. De media en zorgsector moet begrijpen dat ze niet heilig zijn en dat we niet weer andere vitale sectoren van de samenleving gaan opofferen op het altaar van de IC. De ziekenhuizen met al hun collectieve financiering zullen zelf hun problemen op moeten lossen. En mocht er echt noodcapaciteit nodig zijn, dan zal de regering daarin ondersteuning geven. Ten slotte, de bescherming van de 70-plus en kwetsbaren. Misschien bent u oud, misschien bent u kwetsbaar. En ondanks de geboden perspectieven toch bang en wilt u geholpen worden met isolatie. Dat kan. We bieden u dat ook aan. Er worden faciliteiten gehuurd waarin u geïsoleerd kunt verblijven met uw hulpverleners. Die dan in shifts van 1 maand met de kwetsbaren geïsoleerd kunnen worden. De ruimtes daarin zijn veilig geïoniseerd, waardoor u beschermd bent tegen het coronavirus. De coronamaatregelen hebben sinds maart 2020 in de samenleving een enorme schade aangericht. Niet zozeer het virus, maar de maatregelen waren schadelijk. En die schade was grotendeels overbodig. En ik neem al die schade nog even voor u door, voor uw beeld. Tienduizenden bedrijven zijn vanaf maart in veel gevallen in 2 fasen gedwongen gesloten. Er is een zware economische crisis met 1 miljoen werkloze ZZP'ers en werknemers. De geopende portemonnee van 80 miljard is maar een deel van de opgelopen schade. Want de belastinginkomsten zullen fors teruglopen. Het is de hoogste tijd voor wederopbouw. En de regering zal zich daarbij met name richten op die sectoren die de zwaarste prijs voor de crisis hebben betaald. Horeca, toerisme, cultuur, evenementen en persoonlijke beroepen. We hebben de afgelopen maanden geleden onder wat sinds de oorlog een ongeëvenaarde inperking was van onze burgerlijke grondrechten. Onze bewegingsvrijheid werd scherp ingeperkt. De vrijheden van meningsuiting en publicatie bleken kwetsbaar. Het recht op demonstratie werd steeds gemakkelijker ingeperkt. En de integriteit van het lichaam werd met de mondkapjesplicht door de overheid vergaand geschonden. De nieuwe regering komt met aanpassingen in de wet en grondwet om de burgerlijke grondrechten beter te waarborgen en inbreuken voor de toekomst te vermijden. We zijn de afgelopen maanden bedreigd met coronaboetes, demonstratieboetes van honderden euro's en strafbladen. En dat is voorbij. En die zullen we ook met terugwerkende kracht schrappen. Het is tijd voor wederopbouw. Er was de afgelopen maanden fors welzijnsverlies voor 17 miljoen Nederlanders. We mochten niet meer naar de horeca. Onze restaurants waren gedwongen gesloten. Onze bioscopen waren grotendeels dicht en de eisen voor de theaters waren zo absurd dat iedere presentatie onmogelijk werd. We konden niet meer reizen. Nog zakelijk, nog toeristisch. De landen in Europa werden in een
onvoorspelbare beleidschaos gestort van steeds weer andere kleuren en voorwaarden. We werden voortdurend bedreigd met vrijwillige dan wel gedwongen quarantaine. We waren getuigen van rampzalig en onzinnig chaotisch beleid waarbij Europese solidariteit afwezig was en de Europese Unie met haar open grenzen jammerlijk faalde. En we werden afgeknepen in al die persoonlijke diensten waar we de afgelopen decennia gebruik van maakten. De kapper, de therapeut, de dansschool, de voetbalclub, alles werd zinloos moeilijk gemaakt of verboden. Het is de hoogste tijd voor wederopbouw. De coronamaatregelen hebben diepe sporen in onze psyche getrokken. Velen van u zijn bang gemaakt, hebben smetvrees, andere angsten ontwikkeld. En het is de hoogste tijd voor die wederopbouw. Ten slotte, de coronacrisis heeft getoond dat kritiek op maatregelen op de spoedwet heeft gefaald. Mensen waren bang kritiek te leveren. Objectiviteit en neutraliteit in het nieuws bleek een fictie. En daarom gaan we komen tot een opsplitsing van het mediabestel, waarbij nieuwe ruimte voor kritiek en radicale pluriformiteit uitgangspunt is. Het nieuwe bestel moet ruimte scheppen voor zeer expliciete verschillen en tegenstellingen van diverse politieke kleur. En wij vragen politici, RIVM-virologen, beleidsmakers, mediamensen, zij die zich in het centrum van de macht bevonden en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit desastreuze beleid, de consequentie te nemen. Draagt u vrijwillig bij aan de verschrikkelijke gevolgen van uw falend beleid. Wij vragen hen dringend te doen waar zij de ernstigst getroffen groepen in deze samenleving toe dwongen. Het inleveren van hun jaarinkomen. We hebben niet de macht dat juridisch af te dwingen, maar het is wel een dringend advies. U heeft hele sectoren opgeofferd voor uw beleid. Toont u verantwoordelijkheid en solidariteit. En tenslotte, ik zei het al, deze dag wordt de bevrijdingsdag van de coronamaatregelen. Goed, tot zover. Akkoord. Vergeet u straks niet een drankje bij de horeca te doen en vanaf vanavond weer naar het restaurant en het theater. Dank u voor de aandacht en tot de volgende keer. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.